mezelf als een ontwerper die producten maakt die iets vertellen over waar ze zelf vandaan komen. Designer Christine Meindertsma rose to fame quickly with her book Pig 05049, developed in 2007. The book is an extensive collection of photographic images that catalog an astounding array of products, of which various parts of a single pig were utilized in the production process. With her designs, Christine Meindertsma aims to revive the understanding of production processes that have often become so distant to our modern industrialized world. For her 2003 graduation project at the Eindhoven Design Academy, Christine Meindertsma created One Sheep Sweaters, the intention of forging authentic relationships between the product and the consumer. Nou, bijvoorbeeld van deze, nummer 292, is dan een garen gesponnen. Even laten zien. Eerst allemaal breitestjes gedaan. Nou, dit is dus nummer 292. Dus dat is die ene die daar helemaal in het hoekje ligt. In 2003 was ik aan het afstuderen. En toen had ik het idee dat ik het zo jammer vond dat als je iets kocht, of een kledingstuk, dat je het dan ook best wel makkelijk weer weg kon gooien. Of dat het een beetje soort inwisselbaar voelde. Dus toen had ik het idee bedacht om van één schaap een trui te breien, zodat je ook niet een heel marketingverhaal hoeft te bedenken bij het product, maar die zijn eigen verhaal al leuk en interessant genoeg is. Dus dan maakt het per schaap uit of je trui groot of klein was, of wat voor kleur die had. Maar ja, dat was toen dus nog heel erg een concept, maar uiteindelijk is het wel een beetje de basis geweest voor alles wat ik nu doe. Currently, Christine is working on a project with flax, a plant of strong Dutch origins. For this project, she has followed the process of flax cultivation and has proceeded to buy a whole flax harvest from the plot of a Dutch farmer in the Flevopolder region. Dit is een bosje vlas, gewoon het hele plantje. En dan trekken ze met de wortel en al uit de grond. Omdat ja, in die stam zit zeg maar een hele lange vezel, want daar gaat het eigenlijk om bij vezelvlas. Dus om zo lang mogelijk te houden, trekken ze het hele plantje uit de grond. En dit zijn zeg maar de zaadbolletjes. Daar zit lijnzaad in. En dat ken je wel van lijnzaad op broodjes of lijnolie waar weer verf van gemaakt wordt. Uiteindelijk komen er dit soort kluwen zeg maar uit. En dan heb je ook al een afvalproduct hiervan. En dat is zeg maar dit. Dat is een soort, ja, er zitten allemaal korte vezels en houtige delen. En ja, hier kan je dus heel mooi papier van maken. Het glasproject is ontstaan door een opdracht van Thomas Eijk. Die had aan mij gevraagd of ik een collectie met een touwslager wilde ontwerpen. Het leek me heel leuk, maar ik wilde ook heel graag dan nog één stapje teruggaan en het materiaal waar het touw van gemaakt werd, zeg maar, dat het begin van het project was. En toen kwam ik erachter dat Nederland een best wel mooie historie in vlas heeft. En dat vlas ook heel erg goed groeit aan de Nederlandse kust. Toen ben ik eigenlijk een boer in de Flevopolder die vlas verbouwt gaan volgen. Dus echt vanaf dat hij de zaadjes heeft gezaaid tot nu eigenlijk. Want ik dacht, ja, als ik het gewoon volg en ik blijf erbij, dan kan ik misschien ook organiseren dat het uiteindelijk in dat touw terechtkomt. Maar ja, toen was dat zo leuk om die boer te volgen. En ook eigenlijk ontdek je zoveel meer dingen dat het nu nog een veel groter project is geworden. Ik heb dus ook tijdens het proces van het oogsten met een fotograaf die zo'n luchtballonnetje heeft, waar hij een fotocamera aan kan hangen, van bovenaf het proces gefotografeerd. En omdat ik het heel graag die kavels en dat hele proces van vlas verbouwen wilde gebruiken in de stof. Dit is zeg maar het kavel wat ik gevolgd heb. En al die witte puntjes zijn zeg maar de balen van toen ze het aan het oogsten waren. Het wordt een collectie die bestaat uit allerlei soorten huishoudtextiel, maar ook papier. Dus ik ga ook van het papier weer een boek maken. En dat boek wordt zeg maar zowel een catalogus van alle producten, maar ook een boek wat helemaal uitlegt hoe je tot zo'n product komt. De hoofdvraag is of je überhaupt een product kan maken wat lokaal en transparant geproduceerd is voor een prijs die voor normale mensen nog te betalen is. Dat is de vraag.
En om heel eerlijk te zijn, weet ik nog niet of het antwoord ja of nee gaat zijn. Want je wil uiteindelijk niet een theedoek van 50 euro maken. Dat is, want je wil aan de ene kant geen elitair product maken, maar aan de andere kant zijn gewone producten zo goedkoop dat het ook wel lastig is om daar zeg maar een tegenhanger van te zijn. Maar de vraag is dus van ja, kan het eigenlijk überhaupt nog? Ik wil gewoon graag een transparant product maken wat ook logisch in elkaar zit. Dus het is een soort van, ik snap wel dat het logisch is om iets te maken op de plek waar het goedkoopst is, maar dat is alleen maar vanuit zeg maar, een economisch perspectief logisch. Maar als je het op een andere manier zou bekijken, is het natuurlijk veel logischer om iets in de buurt te maken. Want waarom zou je iets 3 keer de hele wereld rondslepen? Als ik dan zo bij iedereen langs rij die in het proces is, dan voel ik me soms ook wel eens een beetje een soort van de lijm tussen al die verschillende producenten. Sommige zijn, dan vraag ik best wel veel, zijn de laatste bedrijven die er nog zijn. Dus er is nog maar 1 hekelbedrijf en er zijn nog maar een paar spinnerijen. En dit, ja, het is gewoon ook, dat maakt het ook wel bijzonder om al die mensen te ontmoeten en ook vast te leggen wat zij doen. Omdat, ja, het is heel erg de vraag of ze over 10 jaar er nog zijn. Omdat eigenlijk die hele productie naar China is verhuisd. Ik vind het ook gewoon echt een leuke werkwijze om dat proces te laten zien. En het is voor mezelf ook, ik kan ook niet ontwerpen zonder dat hele proces te doorlopen. Het is meer een soort ja, documentaire ontwerpvorm of zoiets. En dat is gewoon mijn werkwijze. Dus ja, voor mij is het ook een beetje een manier geworden van hoe ik de wereld zie, zeg maar. Want alle objecten worden er super interessant van. Want eigenlijk alles wat je in je handen hebt, wat je gebruikt, heeft een heel mooi verhaal.